ook weer nemen in één keer. Nee, dit zijn eigenlijk, we pakken traptechnieken, heel veel trappen. Dat is niet dat ik zomaar lukraak kwam, weet je wat, als ik hem maar raak, heb heel veel van die trappen, kan ook net door ze specifiek ergens te plaatsen, veel meer pijn doen dan gewoon zomaar, kan, ja, dus ik, dit doe ik, dat doet wel pijn, maar och, terwijl sla ik net iets beter in een bepaald punt. Op het dag heel veel getrapt, dus staan wij hier en ik denk van, ik zie je zitten, ja, want door ik verschil zeg, misschien heeft het een keer aangevallen, staan in positie. Aanval, met je benen pak je op het algemeen het onderste deel van het lichaam. Dat is het makkelijk. Zijtje van net boven zijn knie bijvoorbeeld. Bang, er bovenop. Of, wat ik gewoon zo zei, aanhechtingen van spieren. Dus, bam, hier, net bovenop de aanhechting van die spier. Een hele korte roundhouse aan de buitenkant. Ja? Of staat hij iets wijder, bijvoorbeeld met een spierkick. En drie keer komen op. Bam, spierkick in. Dus pak je hier de binnenkant, net boven de knie. Is ook weer zo'n aanhechting van een spier. Dus, roundhouse of een sidekick erbovenop. Of iets hoger. Roundhouse kan aan de buitenkant. Kan ook aan de binnenkant, sweepkick, bam, of op zijn achterste been, of bam, op zijn voorste been. Dat zijn allemaal punten die prima te benaderen zijn met deze trappen. Heel pushkick trouwens met je hak, op zijn grote spier hier, net vooral als je de bovenkant pakt. Dat is heel erg veel pijn. Nog even een keer, gewoon zei van hier net, zeg maar net boven je band. Dus hier heb je solar plexus zitten, en hier net boven je band, dat stuk. Dat is een ideaal gebied om je sidekick in te zetten. Je sidekick covert dat helemaal. Dus staan we hier één pan, daar is prima. En de tempo kick, geen verlies. Tempo kick, want tempo is Engels voor het woord voor slaap. Dus gaan we tempo kick omhoog. En gewoon met dit deel hier tegen dat deel van zijn hoofd. Hele grote kans dat hij. Dus er wordt geen ruimte over bij je juist dit. Bam, zoveel mogelijk kracht te doen. Dan moet ik veel meer met precisie trappen, waarbij ik weer heel snel draag. Niet zo heel snel, dan kun je niet één. Maar in, dan probeer je juist om heel snel te raken. En dan op zijn slaap tegen. Op het algemeen hoog, duurt veel te lang. Dan wordt het mijn been. Jacob is 1,90 meter, dus zijn slaap is op 1,80 meter. Voordat mijn been 1,80 meter omhoog in huis, dat duurt veel te lang. Dan is dit veel makkelijker, veel sneller. Doen. Dus wil je zelf uit een lastige situatie bevrijden, bang, en je kan heel makkelijk weg zijn. Je hak ook gebruiken, aan de binnen of de buitenkant. Dus eigenlijk het gebied hier, boven je knie, rondom je knie, hier, zijkant, ja, hoog genoeg op het moment dat je die daar net boven zijn band erin zet. Als je dan lenig bent, snel in de situatie, doet ze voor. Je helpt nog weer om je roundhouse op zijn tempo op zijn slaap te zetten. Ja, dus rustig, neem elkaar, ga gewoon rustig tegenover elkaar staan. Een beetje positie en denk dan van, hé, hoe kan ik je raken? Bam, op die manier. Of hier, daar. Ja, voor het been, zij kiezen heel correct snel en terug. Ja, dus de laatste wat een beetje van je komt.